Goedemorgen allemaal, of eigenlijk net middag, 11:15. Welkom bij een nieuwe vlog vanuit Friesland. Wij zijn in een landbouwpark met mijn ouders en mijn oom. En op dit moment is er een reiger gespot. Hey, mos! Mos? Waar is de reiger dan? De reiger is al verder gelopen. Oh, daar loopt hij. Mama, ik heb een mos. Oh, mos heb ik. Mos, oh ja. Is hij lief, de reiger? Oh. Ja, nou, dit is ons tuintje en dan kijken we uit op het water waar we dus net daar een reiger hebben gespot. En hier zitten we nog vandaag en morgen en dan vrijdag, het is vandaag woensdag. En dan vrijdag gaan we... hond, de vlogvreet! En ja, mijn ouders en mijn oom zijn nu naar Leeuwarden. Wij gaan zo lekker lunchen met de kids en dan gaan de kids even uitrusten en dan vanmiddag wordt er weer gezwommen. En vanavond gaan Sven en ik uit eten. Dus ja, alles goed en wel hier. En als je wil zien hoe het huis er verder uitziet, kijk dan even de vlog van vorige week. Want daar geef ik een kleine tour. Oh jongens, eindelijk. Zon. Oh. Ik zit te slapen en ik zit heerlijk met een boekje in de tuin. Helemaal zen. Oh jongens, eindelijk. En ik moet helemaal foto's tippen. Zo, echt waar? Ja. Wat cool. Wij lopen nog even naar Bollo toe. Het is dus eindelijk blote beentjes weer. Heerlijk. Ze komen net uit het zwembad. Op je plaats. Trek je armen. Vuisten maken. Oh, even lekker liggen. Ja, lekker chillen. Nee, kijk naar de vandaag wel. Wij zitten in de auto, want wij gaan samen uit eten. Met z'n tweeën. Ja, 50 meter linksaf staan. Ergens 90 kilometer verderop. Waar links. Het restaurantje naar het schijnt. Dus ik heb er zin in. Het is inmiddels donderdag. Ik heb vandaag al weinig gefilmd, want het is een hele druilige dag. Vanmorgen ben ik met de kids naar het zwembad geweest. Dat was heerlijk. Het was zowaar wat warmer water, wat echt heel relaxed was. Het was voor echt heel koud. Mama is nu lekker een minestrone soep voor vanavond aan het maken. En dat eten we dan lekker met een stokbroodje. En dan gaan we vanavond een ijsje halen. Het is niet echt weer voor ijs. Kunnen we ook wel zeggen, maar Niels heeft voor iedereen ijs verdiend met zijn goede rapport van andere opa en oma. Dus ja, dat moet toch gegeven worden. En ik heb net weer mijn interieur cursusje gedaan. Dus dat was weer heel nuttig. Ik ben echt heel druk bezig met allemaal moodboards. Ik word er heel blij van. Mijn telefoon is elke 5 minuten leeg, maar goed. En ik kan ook niet wachten om staaltjes en dat soort dingen. Maar ik wil nu eerst eigenlijk voor alle ruimtes het moodboard maken. Omdat ik daar nu een beetje goed in zit. En ik natuurlijk hier sowieso geen staaltjes ergens vandaan kan toveren. Dus ik dacht dat ik nu in ieder geval voor alle ruimtes... Daar had ik al Pinterest-borden, die heb ik al wat aangevuld. Met de lessen die ik heb geleerd, zeg maar. En dan nu ben ik bezig met mijn moodboard. En het gaat op zich heel goed. Dus daar ben ik lekker mee bezig. We hadden nog het idee, morgen gaan we naar huis. We hadden nog het idee om... met de hele met de trein te gaan, omdat hij gewoon wagenziek is en het niet zo'n pret is voor iedereen. Alleen nou zijn er werkzaamheden tussen Zwolle en Utrecht. Dat maakt de reis een stuk langer met meer overstappen. Dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan gewoon, we gaan ervoor. Wie weet valt het mee. Wie weet valt het tegen. Wat we in ieder geval gaan doen is een luier als een soort slap ombinden. En misschien ook nog wel wat op de benen leggen. Dat in ieder geval als het misgaat, dat je, nou ja, dat je niet nog een uur allemaal in de ellende zit. Dat ze dan ook gewoon, nou ja. Dus moet ik eventjes goed over na gaan denken hoe we dat goed gaan doen. Als iemand daar tips voor heeft trouwens, let me know. Zelf ben ik ook wagenziek, zeker ook als kind. Mijn broertje ook, mama ook. Sven heeft er nul ervaring mee, dus die weet ook niet. Ja, die denkt dan van, nou, wel of geen eten. Ik zei, ze moet wel iets in haar maag hebben, zeg maar.
natuurlijk geen zak snoep, maar iets in de maag. Maar ook weer niet te veel. En nou, frisse lucht, rustig rijden. Niet te wild door de bochten, niet te wild te remmen. Dus het is, dus nou ja, dit wordt leuk. Nou, Niels, dat is altijd wel prima. Oh, ze zijn die verf vergeten. Nou goed, ze moeten wat verf toch brengen, want we hebben... Ze zijn die verf vergeten. Ja. Ze hebben onder andere deze auto gemaakt en vuurtorens. Ja, nou misschien kunnen we dat ook al bij de receptie inleveren. Ik weet niet waar het precies ingeleverd moet worden. Ja, bij die, je hebt, kan het in ieder geval ophalen bij die speel. Ja, goed, mag het weten. Ja, dat, ja. Nou. Even ja, ik heb op zich alleen mijn joggingpak aan. Moet je gebruiken misschien? Ik zit lekker in mijn joggingpak. Mijn haar gewassen. In het zwembad, weliswaar. Ja, toch? Ja, dus ontspannen dagje, maar helaas met veel slechte weer nog is. Morgen weer naar huis. Het is weer verschrikkelijk weer, maar goed. We gaan even vrienden maken met de eenden. En we gaan even een ijsje halen. Het is natuurlijk echt ijs weer. Niels kreeg een ijsje. Andere open. En dan komt hij eigenlijk wel denken iedereen. Dus dat is heel goed. Dus we gaan iedereen ijsjes kopen. We gaan eerst op het vlot, want ja, ook daar is het weer voor. Dan is chef Til. Wij zitten in de auto terug. Achter mij ligt Elin te slapen. En dus trouwens over dan achter Sven. Dus dat is alweer pure winst. En nou ja, als zij wakker wordt, dan gaan we gewoon even een kleine stop houden. Ik hoop dat dat helpt. En dan gaan we weer naar huis. Lekker naar de Miewens. Het was wel echt heerlijk, maar we hebben echt wel heel slecht weer gehad. Behalve woensdag was ook meteen fantastisch. Maar nee, we gaan nu lekker naar huis. Want hebben we, het weekend hebben we gewoon lekker vakantie. En vanavond heeft Niels nog sporten. Aan het einde van de middag. En de rest van het weekend hebben we volgens mij weinig plannen. Maar dan gaan we gewoon nog wel even lekker genieten van het mooie weer wat er aankomt. Nou, wij zijn weer thuis. Ik zit weer even neer. Ik ga ondertussen het bed opmaken. Drie ze waren goed en heeft geslapen in de auto. Dus we hebben het orkest een beetje op de achtergrond. Zo. En heeft geslapen in de auto. En ja, het eerste stuk was zeg maar het vervelendste, omdat dat heel veel bochten en rotondes en dingen was. En daarna is het eigenlijk in feite heel veel snelweg. Maar dat duurt echt wel een half uurtje of zo. Dus toen was ze nog wel wakker. Op een gegeven moment is ze in slaap gesukkeld. Volgens mij toen we net op de snelweg waren. En toen heeft ze, nou ja, bijna anderhalf uur volgens mij geslapen. Niels sliep sowieso. En toen ze wakker wordt, toen hebben we even een stopje gedaan. Eventjes de beentjes gestrekt. Ik heb haar een rijstwafeltje gegeven, want ze wilde eten. Maar ik wilde dus niet te veel doen. En een beetje meedraaien. Dus ja, dat ging eigenlijk best wel aardig, gelukkig. Dus ik was er blij mee. Niet overgegeven. En ja, ik wilde ze meer eten, maar dat heb ik dus maar niet gedaan. Nou, heel fijn om natuurlijk mits weer te zien. Oh, nu staan natuurlijk allemaal wassen aan. En we moeten zo nog een boodschap doen. We hebben nog geen eten voor vanavond. En ik kreeg helemaal een brief van Niels in de briefbus over iets met stickers naar elkaar sturen. Ik weet niet hoe ik even een sticker uit je kan halen. Ik moet eventjes twee vrienden van mij, of eigenlijk... Mijn beste vriendje en een vriendinnetje van mij. Een van mijn beste vriendinnetjes. Die zijn allebei ouders geworden. Dus ik moet even twee kaartjes voor ze kopen. Want ik kreeg toevallig allebei een geboortekaartje. En dat is heel grappig. Gewoon mijn beste vriendje had ik ongeveer verwacht wat op het geboortekaartje zou staan. Van een vriendinnetje had ik dan niet zo'n idee. Maar het waren ze allebei vogelachtig. En dat vond ik dan ook komisch. Dat is dan toch toeval. Dus daar ga ik even kaartjes voor zoeken. We hadden altijd zo'n sigarenwinkel, zo'n iets volgens mij weg. Zullen we even kijken waar ik het dan doe. Dus dat ga ik straks even doen met Eden, terwijl Sven met Niels boodschappen gaat doen. Maar goed, ze heeft dus heel vroeg geslapen, dus nu is ook een beetje de vraag van hoe houdt dat zich verder vandaag. Heeft ze nog meer slaap nodig of niet? Dus dat zullen we wel zien straks. Nou, Mits is natuurlijk helemaal weer blij, het is ook heel fijn om die weer te zien. Dus ja. Even lekker haar bedje opmaken. Ik moet zeggen, het slapen zonder slaapzakje bevalt wel erg goed.
Dus dat is heel fijn. Ik weet niet hoe het is als het wat kouder weer is. Want ze had nu dus echt wel een dekentje daar. Maar goed, even kijken of dat hier nou ook nodig is. Anders moet ik het morgen eventjes halen. Het is ook weer moe content die hè, mittens. Die is heel lekker bezig. Het is wel weer ontploft. En Niels is even sporten. Dus die gaan we zo ook halen. Ik heb een probleem met de printer en ik word gek. Ik heb zo'n briefje gekregen. Met welkom in de stickerclub. Dan moet je één velletje stickers naar de persoon op nummer 1 sturen. En je zet je eigen naam dan vervolgens op nummer 1 en iemand anders op, nummer 2. En zo gaat de brief zeg maar dan steeds verder. Dus ik heb nu net stickers gekocht. Maar dan werkt die print niet, want ik moet het ding dus 12 keer uitprinten. Hoe werkt dan een kettingbrief of zo? Ja, een kettingbrief. Maar dan is dit dus met de, van de stickerclub. Maar het wordt niet gekost onderweg. Goedemorgen, het is zaterdag en Niels en ik gaan even naar de stad. Wil papa ook nog even doei zeggen? Want dan gaan we een cadeautje voor één uitzoeken. En ik ga ook even kijken voor regels voor Niels. Of kunnen kippeling? Kippeling, ja, dat kan ook. Maar kijk, het hondje krijgt ook eten. Wat? Lekker worstje. Lekker worstje, zeker. Of kunnen. Oh, deze vind ik wel heel cool, Niels. Doe hem eens dicht, kijk of die goed zit. Wat? Een regenjas. Lopen, baby. Dus jij denkt dat Eden een kruipende slang wil? Ja. Ik denk het niet. Kom, we gaan verder zoeken. Even de kamer, jouw kamer. Dus daar gaan jullie slapen en ik ga bij mijn kamer slapen. Goed? Ik heb een maskertje op en ondertussen ga ik verder met het project Poppenhuis. Mama heeft deze slaapkamer en dit keukentje gevonden bij de HEMA. Dus die ga ik erin zetten en dan ga ik even kijken hoe ik het behang het beste kan doen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb nu de slaapkamer gedaan. En dan moet ik in ieder geval nog de keuken doen. Nog even te bedenken wat ik dan wil. Of ik doe alleen zwart. Of zwart met zilver. Maar de zilver is een beetje lastiger te knippen. Of ik ga weer voor driehoekjes. Dat vond ik ook wel leuk. Maar ik heb natuurlijk al 2 keer driehoekjes. Nadenken of misschien grote stippen. Choices. Dit is de bovenverdieping. Dat is nog een beetje afhankelijk van wat ik daar wil, weet ik nog niet. Wat Eden er wil, beter gezegd. Maar goed, in ieder geval een kaptafeltje, een kaktusje, een kleedje en een kastje. En dan hebben we hier de badkamer. Super schattig. De slaapkamer. Hier heb ik dus zilver en roze balletjes van groot, zeg maar van groot naar klein gedaan en van dicht bij elkaar naar ver uit elkaar. Vlaggetjes. En hier de woonkamer met het kleedje en hier de stickers. Kleine grote gouden vierkantjes gedaan en dan hier de stippen. Eigenlijk hetzelfde als wat ik in de slaapkamer heb gedaan, maar dan heb ik het niet met 2 keer, maar met 1 kleur gedaan. En ik heb het ook niet helemaal bij beide niet helemaal rond geknipt, omdat ik dacht ten eerste is het bijna onmogelijk om het voor elkaar te krijgen en ten tweede vond ik het wel leuk, zag dat op Pinterest een plaatje met niet perfecte rondje, dat vond ik wel leuk uitzien. Dan heb je hier de bloemetjes op de deuren, de vlindertjes. Hier ook. En dan doe je hem zo dicht. En dan kan je dus nog het dak erop doen en dan ben je helemaal je sas. Raampjes open en dicht. Ah, jongens, het is toch te cute. Ik ben er helemaal blij mee. Deurtje. Dus dit is hem. Goedemorgen, het is zondag. Ik ben helemaal weer in mijn sas, want ik heb eindelijk weer mijn haar onder mijn eigen douche gewassen. Oh, daar ben ik altijd zo blij van. Ik weet niet of iemand dit herkent, maar het is altijd zo bij die, nou,
op veel plekken, laat ik dan daar even op houden, die niet mijn eigen huis zijn. Zeg maar, nou, hotels is vaak nog wel oké. Maar heel veel van die huizen en zo, daar is het gewoon echt de waterdruk niet helemaal waar ik naar zoek. Gewoon veel te weinig water, dus het duurt echt eindeloos. Ik had nu wel bij dat Landal ding dat ik dacht van, oh wacht, er zit hier wel een... als je zeg maar hem doordraait, dan kwam er nog een soort nieuwe stand. Ik dacht, nou, dit is in ieder geval iets. Maar de laatste keer heb ik gewoon in het, bij het zwembad, bij het douchen, mijn haar gewassen. Ik dacht, daar is nog in ieder geval iets. Want, ja, weet je, zoveel haar is niet met 3 druppels schoon te krijgen. Zeg maar. Tenminste, het wordt gewoon niet eens nat. Toen denk ik gewoon maar hetzelfde als gisteren. Who cares? Who cares? Maar goed, ik ben helemaal blij dat ik weer lekker heb kunnen wassen en feunen naar eigen zin. Ik ben er niet blij van. Iets anders. Maar goed, dat dus. Nu is Sven even met de kids buiten en ik ga hem zo aflossen, want hij gaat dan sporten. Maar ik moet nog even de was ophangen. En er is hier een nieuw strandje in de buurt. Daar willen we dan vanmiddag even heen. Strandje, zo'n stadstrandje. Dus dat voor straks. Ik maak deze maar dan een maat kleiner aan. Want deze is een beetje groot. Misschien is dat sowieso wel een idee voor vakantie. Dat eventjes te doen. Want al mijn shirts zijn zo groot. Zeg maar, tenzij ze oversized moeten zijn. En dan is het natuurlijk fabuleus. Maar deze. Dit is een maat M. Ik moet gewoon een S hebben. Hoort mij niet klagen. Alleen dan wil ik het eigenlijk niet aan. Nu. Soms wel. Soms wil je dat nog steeds. Na een avondeten bijvoorbeeld. Al gisteren ook een enorme kaasplank op hebben. Tussen mijn klussen door. Dit doen we. Ik zal het nog even laten zien. Een enorme verandering hoor, jongens. Dit heb ik nu aan. Dit is een shirtje van de Hennes. En dan deze broek is van Stradivarius. Nee, Zara denk ik. Zara. Maar goed, ik ben echt helemaal content met het pompenhuis voor Eden. Ik word er helemaal blij van. Nu ga ik dus even naar buiten. Ik denk, zal ik hak aan doen? Nou, doe eens niet zo idioot. Mijn kinderen buiten spelen. Sokkies. En schoentjes. Wat wilde ik nou zeggen net? Oh ja, er is een mes en kaaspak naar binnen gewerkt. Nom, nom, nom. Oh ja, wat ik wilde zeggen, is dat ik dus al een paar dagen geen foundation op heb. Of BB cream of whatsoever. Dat is toch alweer iets nieuws. Geen idee waarom. Ik ga het even zo doen. Ik zal het zo op mijn hoofd laten zien. Maar ja. Ik weet niet. Volgens mij was het. Heb ik het een dagje gedaan bij Landen. Omdat we toen. Volgens mij 's middags gingen zwemmen. Toen dacht ik, ja, gaan we nog niet heel ingewikkeld doen met opmaken. En dat beviel eigenlijk wel. En mijn huid is gewoon nu weer rustig. Ik zweer het je, het is echt die Estée Lauder Perfectly Clean. Heeft het echt weer helemaal opgeknapt. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ja, toen is het een beetje begonnen. En nu, ja. Soms hou ik van het, ik hou wel heel erg van het foundation effect. Bijvoorbeeld als ik naar filmpjes van Monica Geuze kijk. Die heeft altijd zo'n hele lekkere, egale huid. Ik hou ervan. Want ik heb natuurlijk ook sproeten. En in de zomer wil het wel eens onnatuurlijk worden. Nou heb ik natuurlijk genoeg spullen, zeg maar, die het niet helemaal bedekken. Maar die het wel net eventjes een tikkie beter maken. Maar ik vind het nu eigenlijk al. Dus ik doe wel gewoon concealer, bronzer en zo. En dat doe ik wel allemaal op mijn hoofd. Maar even geen foundation. Is toch leuk, jongens. Zit ze er allemaal in? De afhalen. De afhalen, ja. Wacht even hoor. Mama eventjes. Met een moment.
die. Moet ik die? Ja. Goed zo. Moet ik die zien? Ja. Moet ik zien? Ja. Oh. Oké. Okay. Ik ben eventjes aan het kijken welk speelgoed nog leuk is en wat niet meer. Dit is nog leuk hoor, dit is nog oefenen, maar bijvoorbeeld dit is niet echt meer nodig. Dan ga ik een beetje opruimen, want de verjaardag komt natuurlijk aan. En ik wil gewoon een beetje rust in huis hebben. Nog eentje, ja, goed zo draaien. Deze draaien. Oh, hier draaien. Ja. Nog een keer draaien. Politieauto. Politieauto, ja. Nog even de mama doen. Dan maar nog een keer draaien. Zo, hop, hop. Ja, doe die maar daarin. Doe ik het niet. Doe je het niet? Die draaien? Ja, goed zo. Maar je moet je rondjes draaien. Hoppa. Hier. Ja, aan de kant krijgen. Maar nu wilde ik dus deze afbreken. En nu zat ze vanmorgen weer met spelen. Ja, goed zo. Ik weet niet of iemand het herkent, maar dat je altijd als je iets gaat opruimen, dan is het ook leuk. Maar deze was ik niet. Ja, goed zo. Nee, die moet toch hier? Maar deze hadden ze al best wel een tijdje niet mee gespeeld. Maar nu ineens gaan ze. En denk ik, ja, ik wil het echt wel opruimen. Even in de bakken, niet de Duplo gaat niet weg, want dat is, daar speel ik wel mee, of niet voor zij. Mami? Nee, die! En ik krijg dus heel veel vragen over dit spel. Het heet dus Elektrodieren van Hasbro. Ja, misschien kan je het nog op, of van Jumbo. Mami? Ja, misschien kan je het nog ergens vinden, maar niet meer op in de reguliere winkel. Ik denk dat het een beetje oud is. Maar misschien op Marktplaats of zo. Maar misschien wel iets soortgelijks. Want ik zag wel iets met Boomba waar je het ook in zo'n ding moet stoppen. Maar ik weet niet of het wat is. Maar dan krijg je echt heel veel vragen. Want ik snap het. Het is echt een fantastisch spel. Maar ik heb het dus gekregen van een collega. Samen doen? Ja. 1, 2. Draai maar, draai maar, draai maar, draai maar, draai maar. Ja. Dus nou ja. We vermaken ons. Als je het over de duvel hebt, zullen we het ook meteen doen. Soms staan er van die leeftijdsaanduidingen. En misschien is het een ander spel of zo. Dat ik het even heb gemist. Maar dit is dus vanaf 3 jaar, duurt 15 minuten. Maar wij hebben dit nog nooit als een spel gespeeld. Wij doen altijd gewoon gekke poppetjes maken. Maar blijkbaar. Het is een spel, maar dat heb ik echt volledig gemist, inclusief enige vorm van handleiding. Ik weet het al, ze gaan overheen vliegen. En dat bedenkt Kikker. Gelukkig heeft de Kikker een briljant. We zijn aan het picknicken. Ik ben nog met mijn opruimmissie bezig. Ik heb nu wel een groot Elsa kasteel. Ik heb nu een kleinere variant gemaakt. En nu alle Duplo weer in de dozen gedaan. Dus ga ik eventjes terugzetten. En ik ben nu hier vooral, dit was altijd Eden en Niels, maar ik ben hier nu vooral Eden aan het doen. En dan heb ik Niels, zeg maar, zijn spullen. Ga ik op zijn kamer leggen. Heel veel van hem ligt daar al. Ik heb nu mijn lamp vrijgemaakt. Je zal niet zijn. Ik heb nu deze lamp vrijgemaakt, dus dan kan ik hier gewoon zijn spullen in doen. En ik heb ook zijn doos om zijn bed opgehaald. Het is allemaal rust. Denk ik sowieso dat je als het zo'n hoek gaat, is makkelijker kan spelen omdat je niet alleen maar overal speelgoed ziet. Dus ik ga nog even lekker verder. Terwijl. Deze heerlijke schat slaapt. En Helen ook. Ja, dit gaat helemaal goed. En wij zitten hier lekker. Oh. It never bores, daar hadden we wel goed nog. We hadden net van die pasta beestjes. Dus ik heb alle pasta en rijst en zo nagelopen. Ik kan je vertellen, het ruimt wel ontzettend op. Maar het is wel een pokwerk.
Dus dat ligt dan, ik heb even gekend van die kleine zwarte beestje. En dat zit dan ineens zit dat overal in. Dat heb ik opgeruimd. Nou, twijfel of ik nog een andere kast moet checken of niet. Maar ik denk het niet. Want eigenlijk, ja, ze eten natuurlijk vooral pasta en zo. Dus ik ga ervan uit dat het goed is. Ja, moet je gewoon even in de gaten houden. Maar ik krijg er helemaal de kriebels van. Weet je, dan zitten overal zie die beestjes kroelen. Nou ja, overal moet niet overdrijven. Het zijn niet dat er honderden beestjes zijn. Maar ja, veel gewoon tientallen. Weet ik veel, 30 of zo in totaal. Dat valt wel mooi mee, maar ja. Ik ben lekker bezig geweest met het opruimen. Ik heb nu het Elsa kasteel. Heb ik een mini kasteeltje van gemaakt. Ik dacht dat neemt wat minder ruimte in de slag. Zo. Hier weer alle Duplo in. En dan heb ik hier eigenlijk. Ja, dit is dan nog een beetje van Niels. Maar eigenlijk, ja, dit is allemaal Eden. Zo. En dit is ook allemaal Elin en zeg maar spelletjes die ook met Elin kunnen. We hebben er nog meer, maar dit is even de basis. Ik doe wel aan irriteren, ik niet zo. Zo. Dus dit. En dan heb ik verder op zijn kamer gewoon een ruimte voor zijn spulletjes gemaakt. Dat heeft hij zelf ingeruimd. Heel goed, sorry, ik moest niet zeggen, maar dat komt niet. Dus dat geeft rust. Ik heb ook gewoon allemaal van die, zeg maar, ze had nog een la met zeg maar meer babyspeelgoed. Dat heb ik nu in een soort weggeefbak gedaan. Moet dan ook een keertje weggeven. Ik heb weer een zak kleding voor een vriendinnetje gemaakt. Oude dingen van Niels, jas en zo die niet meer pasten. Dus het was een productieve dag. En daarnaast dus nog lekker naar dat strandje met de kinderen. En vanmorgen lekker buiten geweest en gepicknick. En gebroken. Net als dat. Ik heb lekker mijn make-upje eraf. En lekker olie op mijn hoofd gesmeerd. En mijn sokken aan doen. Want ik ga even mijn teennagels en mijn vingers doen. Op mijn vingernagels doe ik Go Kinza van Essie. Oké, ik wil niet scherp stellen, maar het is lila. En ik doe gel lak op mijn tenen, maar dan zeg maar wel de simpele gel lak. En dit is de Rimmel Super Gel in de kleur New Romantic. Dus die ga ik op mij smeren. En ondertussen ga ik Love Island kijken. Het is bijna niet te zien, maar dit zijn mijn tenen, heel natuurlijk. En dan heb ik hier, zo, dat is ook niet te zien hè. Mijn vingers. Dus het zit er allemaal weer op. Moet ik nog een beetje drogen. Moet je eigenlijk natuurlijk nooit aan dingen gaan komen. Maar goed. Ik wil toch even de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Komend weekend. Heel leuk weekend. Ik moest even nadenken. Maar dan is Elin 2. Jee. Nou, we uiteraard een soort corona-proof party. Dus het wordt veel shifts. Met weinig mensen. Dus heel benieuwd hoe dat gaat. En hoeveel taart ze dan ook eet. Want ja, ga je dan elke shift haar taart geven ook niet. Hoe gaan we dat doen? Dus daar denk ik nog even over na. En dan kan ik natuurlijk haar cadeautje geven. En ja, superleuk als projectje van mama en ik samen. En ja, heel leuk. Dus ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus dan neem ik jullie mee. Mijn camera wil niet meer op me focussen. Zeg maar, hier ergens zit nu de focus. Niemand weet waarom. Ik hoop dat jullie het leuk vonden te zien. Ik wil jullie nogal super bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!